Hey, welkom ambitieuze vrouw. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Leuk dat je er bent. En welkom Alicia. Super fijn dat jij ook wil aansluiten vandaag. Dankjewel. Wil jij jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en wat doe je? Jazeker. Ik ben Alicia Zuiderwijk. Ik kom uit Wateringen. Ik ondersteun kleine ondernemers op het gebied van business support en vormgeving. Ik denk mee met de ondernemer. Ik werk mee met de ondernemer. En ik beweeg mee met de ondernemer om hun business te laten groeien. Superleuk, ja. Hey, en heb jij dit altijd gedaan in jouw werk, wat je nu doet als VA? Nou, ik zeg altijd, in loondienst deed ik altijd alles waar niemand tijd voor had. En dat doe ik als VA nog steeds eigenlijk. Dus ja, ja eigenlijk heb ik wel de ervaring, het stukje vormgeven. Dat deed ik in mijn privé dan ook zeker wel. Zakelijk dan wat minder. En dat heb ik nu echt uitgebouwd de afgelopen jaren. Nou ja, echt opleidingen daarvoor gedaan. En, ja, dus dat stukje vormgeving is erbij gekomen vanuit mijn privé. Ja. Ja, leuk, leuk. Want ik merk vaak dat vrouwen die de stap willen zetten naar het VA-schap, die ook heel vaak denken van, oh ja, dit kan ik al en dat kan ik al. We zijn soms wat minder bezig met, oh, wat zou ik dan willen? Nou, dat vind ik dus heel belangrijk om dat te triggeren. Want ja, je kunt dus elke keuze maken die je wil. En voor jou was dat nou het ene, dat stukje business, office support, alles regelen. Dat heb ik altijd al gedaan. En voor dat creatieve, dat is dus meer aangewakkerd bij jou toen je die start maakte. Ja, ik ben daar wel zoekende in geweest hoor, want eigenlijk bij de opleiding wilde ik me richten op het stukje business support en technische vorm, technische support. Ja. Alleen, nou, ik kwam er toch al snel achter dat dat niet mijn ding was. Dan had ik graag nog een verdiepende opleiding willen doen. Maar, hè, want je kan, nou ja, technische support is ook heel breed, hè, dus... Maar dat paste uiteindelijk niet bij me. En dus dat heb ik losgelaten. En toen is eigenlijk vanuit nature ook, klanten die er gewoon naar vroegen bij mij, is vanuit nature dat stukje vormgeving erbij gekomen. Dus dat is wel heel leuk gelopen eigenlijk. Ja, ja en toen was het toen je steeds die vraag kreeg van, oh, hé, dat lijkt me wel leuk. Ja, want inderdaad, sommige klanten had ik me niet eens gepresenteerd als vormgeving. En die vroegen wel of ik vormgeving voor ze ging doen. Dus toen dacht ik, hier moet ik misschien wat mee. En ik denk dan altijd, toeval bestaat niet, hè? Dus, precies, je wat vertellen. Ja, precies. En dat is ook het mooie als je in het VA-schap stapt. Ik zeg altijd, je mag weer even kind zijn. In de speeltuin, ga alles uitproberen. Welk speeltoestel vind je leuk? En ga dan dat speeltoestel het meeste doen wat je zo leuk vindt. Ja, wat vond ik vroeger leuk, ja. Ja, en dat zijn we zo vaak afgeleerd als volwassenen om weer te mogen spelen. Om weer volledig eigen keuzes te maken. Nou, jij dacht in het begin, nou, die techniek lijkt me wel interessant. Ja, had ik zeker ook een affiniteit mee hoor, vanuit mijn werk, maar ja. En toch iets in jou zei van nee. Nee, het, toch, het past toch niet bij me. Inderdaad, het was leuk op het niveau wat ik het deed. Hè? En dan wil ik er beter in worden, beter in zijn. Maar dat zag ik niet. Het zag niet voor me, zeg maar. Dus nou, nee. Dat is ook oké. Okay. Ja, en dat is het mooie aan het ondernemerschap, vind ik. Je mag zoekende zijn. Het is oké. Okay. Ja. Nou, precies. Dat. En eigenlijk mag het woordje moet er misschien wel bij. Omdat je echt even ook door een barrière heen mag van, ik mag echt op zoek naar mezelf. Wie ben ik? Wat vind ik leuk? Wat past bij mij? Ja. En dat zijn we gewoon vaak als volwassenen gewoon helemaal kwijtgeraakt door de geconditioneerde wereld van, oh ja, je moet zoveel ervaring hebben. Je moet een opleiding hebben gedaan. Je moet dit. En dan pas hoor je erbij of kun je iets. Of, hè? We zijn zo geconditioneerd daarin. En een beetje uit je comfortzone, dat is altijd goed natuurlijk. Ja, toch? Ja. 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 En wat leuk dat jij de creativiteit die je dus eigenlijk in je vrije tijd dus al heel leuk vond, dus hebt kunnen integreren in je werk. En je zei van, goh, ik heb er nog iets mee gedaan. Ik heb dat stukje nog verder ontwikkeld. Je bent daar nog meer dingen in gaan leren. Ja, ik ben nu een opleiding grafisch vormgeven aan het doen inderdaad. Om echt die kennis daarin te verdiepen. Ja, ja, ja. Tof. Ja, superleuk. Ja, en wat voor klanten heb jij zoal? Wat voor soort klanten? Nou, dat is dus echt heel divers, mijn klanten. Ik heb eigenlijk een groot deel is trainers, coaches en therapeuten. Dat is wel ongeveer 35%.
Dan heb ik kom zelf uit de tuinbouwsector. Dus ik heb ook wel een deel tuinbouw en groen gerelateerde klanten, zeg maar. Dat is ongeveer 20%. En de rest, dat is echt allemaal... ik heb een uitvaartondernemster, een lunchroom, een interieurstylist, een huisarts, een jurist, iemand in de zorg, een fotograaf. Dus nou ja, ik spaar ze allemaal, zeg ik altijd maar. Oh, ja. Fantastisch. Ja, het is heel divers. En dat vind ik het ook wel heel leuk maken. Ja. Ja. Oh, geweldig. Ja, dat is heel divers. Hoeveel klanten heb je nu zo gemiddeld die je wekelijks helpt? Nou, ik heb in totaal nu ongeveer 11 actieve klanten. Maar die komen zeker niet allemaal wekelijks aan bod. Ik heb bijvoorbeeld één klant, heb ik een afspraak. Daar ga ik één keer in de maand op kantoor een dag zitten. Ik heb één klant, die komt één keer in de 2-3 maanden af en toe even bij me een ochtend samenwerken. Dus een aantal klanten op een wat lager pitje. En ik denk zo een 6-7 actieve klanten in de week. Dat ik elke week wel even eraan moet denken. Wat moet ik voor deze klant doen? Wat voor die? En de ene groter als de ander. Ja, ja, precies. Wat tof. Hey, en hoe merk je dat klanten jou kunnen vinden? Ik heb echt bewust gekozen voor offline marketing. Dat past gewoon echt het beste bij me. Daarbij moet ik wel zeggen, ik zet LinkedIn in om toch die zichtbaarheid. Hè? Dus ik denk dat het wel versterkt. Het offline zichtbaar zijn, of het online zichtbaar zijn, versterkt wel de offline verbinding die je al gemaakt hebt. Dus ik ga veel naar netwerkevents, een aantal landelijke, maar eigenlijk mijn klanten komen het meest uit de buurt. Echt 75% van mijn klanten komt echt gewoon een straal van 15 kilometer, nou, 20 kilometer bij mij. Ja. Omdat ik ze eigenlijk, de meeste klanten dus, in netwerkevents in de buurt ontmoet. Of via, dat is het ook vaak. Gewoon via bekenden of dat ik ze zelf aanspreek. Precies, ja, mooi. Ja. En wat voor jou dat netwerken meteen, dat ga ik doen en dat past helemaal bij mij. En zonder spanning gewoon, dat is zonder blikken of blozen, ben je daarmee begonnen? Of voelde je enigszins een beetje spanning aan het begin? Nee, het past echt gewoon bij me. Dat past gewoon bij me. Ja, ik ben net na de opleiding heb ik mijn eerste netwerkevent gedaan. Dat was wel echt gelijk een landelijk netwerkevent. Dus er kwamen veel online ondernemers, veel VA's. Ik vind dat zo leuk. En tuurlijk heb ik wel eens een moment, dan sta ik daar, wat ga ik nu doen? Wie ga ik nu aanspreken of zo? Maar goed, dan pak ik een glaasje water en dan loop ik op iemand af, weet je wel. Dus nee, dat past echt wel bij me. Je hebt al echt de keuze gemaakt van vooral offline, dat past het beste bij me. Hè? En ik zeg altijd, het is gewoon super belangrijk. Je kunt op zoveel verschillende manieren klanten vinden. Maar het is wel heel belangrijk van wat past bij jou. Hè? En sommigen kiezen heel nadrukkelijk voor alleen online. Sommigen kiezen heel nadrukkelijk voor alleen offline. Of juist een combinatie van en kan ook allebei. Hè? En jij bent daarmee begonnen. En hoe is die start voor jou gegaan om in het vinden van klanten? Is dat heel snel gegaan? Duurde het heel lang voor je gevoel? Hoe is dat verlopen vanaf het begin dat je begon? Ik heb mijn eerste klant gevonden tijdens de opleiding eigenlijk. Toen gingen we het marktonderzoek doen en toen had ik een bekende benaderd. En vanuit dat marktonderzoek was hij mijn eerste klant geworden. En eigenlijk heb ik mijn eerste jaar als VA elke maand een nieuwe klant mogen verwelkomen. En dus dat is wel een soort van heel natuurlijk gelopen, zeg maar. En ik was echt wel zoekende hoor naar welke netwerkevent wil ik dan gaan. En wie moet je wel aanspreken? Waar moet je wel de tijd nog in investeren? Hè? Ik vind het ook belangrijk. Was dan bijvoorbeeld naar een event gegaan, had ik iemand ontmoet. En toen 2 maanden later dacht ik, ja, maar waarom nodig ik hem niet echt even uit voor een nagesprek nog eens, om elkaar echt beter te leren kennen. Ik bedoel, we hadden elkaar 10 minuutjes gesproken. Ik wist wel dat hij een potentiële klant voor me kon zijn. Precies. Dus bericht gestuurd, nou, het is uiteindelijk wel een klant geworden. Juist omdat je dus nog even, en dat doe ik dan online, nog even die verbinding aangaat. Sowieso, na een netwerkevent probeer ik altijd degene waar ik echt een leuke klik mee had, toe te voegen. Soms wil ik dan een gesprek aangaan. Als het interessante, leuke connecties zijn, dan weet je ook nooit, ook al is het een andere VA, dan kan het nog wel interessant zijn. Ja, kan ook. Ja, je kan altijd weer van elkaar leren of je weet nooit wat eruit komt. Nee, precies. Ja, ja. Hey, en welke mooie dingen heeft het VA-schap jou gebracht? Ja, wat niet.
Ja, nee, er is echt een wereld voor me open gegaan. Heel veel mooie connecties. Vroeger zat ik gewoon op een kantoor en dan had je de collega's daar. Af en toe kwam er een externe waar ik wel mee te maken had. Maar dat was het, zeg maar. Dus ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen. Ik merk in het ondernemerschap willen de ondernemers elkaar echt wel helpen en ondersteunen, met elkaar meedenken en tijd voor elkaar maken. Dus het hebben me vooral, ja, persoonlijk. Ik dacht in het verleden altijd, ga ik me zakelijk ontwikkelen, ga ik me persoonlijk ontwikkelen. Ik zag die twee echt los van elkaar. Nou, dat is in het ondernemerschap dus niet zo. Nee. Het is allemaal één en dat vind ik het leuke daaraan. Dus wat heeft me gebracht? Een verrijking van mijn hele leven. Dus ook zowel privé als zakelijk. En alle mensen die ik ontmoet heb. En de dingen die ik geleerd heb. Ook veel over mezelf gewoon. Hoe ik op bepaalde situaties reageer. En dat ik na een half jaar toch zie van, oh, ik reageer toch anders. Oh, kijk, ik heb me toch ontwikkeld. Dus ja, dat vind ik leuk om te zien. Ja, je leert elke dag, hè? Ja, zeker waar. En soms, ja, meestal weet je het niet eens, maar... Nee. Ja. En hoe is jouw werk nu, althans qua ritme, dan dat je in loondienst was? Nou, het is veel flexibeler voor mij en dat is wel fijn. Ik ben moeder van twee jonge kinderen. Dus, nou ja, daar is toch wel eens wat. En daar kan ik flexibel in zijn. Dus ik weet niet hoe ik het in loondienst had gedaan, zeg maar. Nee. Dus, kijk, het ging allemaal wel, maar toch, ja, door die flexibiliteit, ja, dat brengt me wel, dat brengt me wel heel veel. Ja. Ja, je kunt er dus en zijn voor de kinderen als ze je nodig hebben. Je ontwikkelt jezelf zakelijk en persoonlijk en je hebt alle flexibiliteit die je nodig hebt. Ja, ja, klopt. Ja. Wat heeft het nog meer gebracht? Wat heeft het nog meer gebracht? Energie, heel veel energie. Ja. Vanaf de dag dat ik las over de opleiding tot... En toen dacht ik, ja, maar dan, over een half jaar dan zit ik zonder energie. En zit ik chagrijnig thuis. Maar dat is echt, nou, het is alleen maar meer energie geworden. En daardoor maakt het me ook wel weer een leukere moeder, een leuker persoon. Dus dat gaat dan in je privé weer door. Dus die energie staat voor mij wel echt een paal boven water. Ja, ja, dat is onbetaalbaar. Ja, zeker waar, zeker waar. Het enthousiasme en gewoon mezelf die ik hierin kwijt kan in het ondernemerschap en in het VA-schap. Ja, ja. En hoe is jouw eigenwaarde gegroeid? Veel, want in het verleden was ik altijd best afwachtend. Dan dacht ik, oh, mijn leidinggevende moet dan even mij vertellen welke opleiding ik moet doen of zo. Dus ik was heel passief, terwijl ik daar ook, zie ik achteraf, best actiever in had mogen zijn, maar... Ja, dat was de situatie niet naar. Ik was er niet naar, geen idee. Dus nu kan ik daar veel actief... Ja, dan moet ik wel, hè, want ik moet het allemaal zelf doen. Aan het begin moest ik daar heel erg aan wennen. Toen was ik bijvoorbeeld mijn logo aan het maken. En toen vroeg ik het aan een vriendin. En toen zei ze iets dat ik dacht, ja, maar eigenlijk mag ik het zelf bepalen. Dat vond ik echt wel wennen. Dat ik de dingen zelf mocht bepalen. Zelf de keuzes mocht maken. Maar ja, dat went wel. Maar Het is echt die leiderschap... rol pakken, die leiderschapsrol en ook de leiderschap over jezelf, dat zijn we vaak niet gewend. Ja. Want ja, de leiderschap wordt in deze wereld voor ons genomen. Nee, maar we zijn zelf in de regie. Ja. En dat heb ik afgelopen jaar ook meerdere keren mogen leren. Ik heb een klant, daar wilde ik de samenwerking mee beëindigen. En nou ja, uiteindelijk hoe lastig het ook was, hoe lastig voor de klant ook was. En Ik moest het gewoon doen. Dus dan moet je inderdaad voor jezelf kiezen. De leiderschap nemen. Om gewoon het gesprek aan te gaan. En dan denk ik ook. Dan is het ook op de manier waarop je het brengt. En is het uiteindelijk een mooie afsluiting geworden. Natuurlijk niet fijn. Maar ja, je moet voor jezelf kiezen dan. Als dat het beste is. Ja. Ja. Dat heb ik het afgelopen jaar echt wel geleerd. Ja. Ja. Ja, je kunt dat op een hele waarderende manier kun je dat brengen. Hè? Ik ben altijd fan van de waarderende communicatie. Nou, daar heb je natuurlijk ook van geproefd. Dat van, goh, ik gun jou iemand die net wat beter past. Of net wat beter... dat je dus het beste voor de ander gunt. En altijd gewoon met diegene meedenken dan. Van, ja, dit zou ik nog wel voor je kunnen doen misschien. Of als je die samenwerking anders voor je ziet...
precies. Of, ja, gewoon meedenken en ja, degene ook oprecht, hè, oprecht het beste gunnen. Ja. Ja, ja, en dan snapt die ander dat ook. En dat komt dan anders over, inderdaad. Ja. Ja. Hey, en aan welk moment in het helpen van jouw klant denk je als eerste met een hele grote glimlach terug? Aan welk moment moet je dan denken? Met een grote glimlach bij het helpen van klanten. Ja, er zijn zoveel leuke momenten geweest. Wat komt er als eerste bij je op? Ja, nou, ik heb één klant. Ja, en we hebben gewoon zoveel lol samen ook gewoon. Dus nou, het voelt, en dat is over het hele ondernemerschap bij mij, het voelt echt niet als werken. Het voelt nog steeds niet als werken. Ik vind het zo leuk om te doen. En nou, met één klant ook. We hebben gewoon onwijs veel lol. En we zetten ook echt wat neer samen. Dus dat is leuk. Dat je ook aan het bouwen bent aan zijn bedrijf. Maar dat je ook echt gewoon lol hebt. En echt op één lijn zit met elkaar. Dus nou ja. Ja, de klanten apart, zeg maar. Denk ik met een grote glimlach. En ook als je soms de klant beter kent als dat de klant zichzelf kent. Hè? Als je beter de woorden voor de klant kan vinden om zijn product bijvoorbeeld in de markt te zetten, als dat de klant dat zelf kan. En ja, dat geeft me gewoon een trots gevoel. Maar ja. Ja. Ja, je bent niet zomaar een assistent, hè? Je bent echt de e-player, de sparringpartner die naast de klant staat. Althans, dat zeg ik altijd van, hè, het is belangrijk dat je die e-player bent. Je bent niet zomaar een assistent. Je bent een professional op afstand. En je kunt met een frisse blik kijken. En je kijkt ook, vind ik ook, doordat je verschillende klanten hebt, kun je ook met een steeds scherpe blik kijken. En bij elke klant leer je iets wat je weer bij andere klanten ook soms weer kan gebruiken. Of je wordt daar geïnspireerd of daar geïnspireerd. En dat is zo waardevol voor ondernemers, om zo'n sparringpartner aan hun zijde te hebben. En gewoon ontzettend fijn. Ja. Ik vind dat ook leuk om te zien. En ook gewoon de dingen die ik voor mijn eigen onderneming geleerd heb de afgelopen jaar, die kan ik ook voor klanten toepassen. En inderdaad, als ik bij de ene klant iets toepas en denk, oh, dat is voor die andere klant ook wel interessant, dan leg ik dat balletje ook gelijk bij die klant neer. Zullen we daar wat mee doen? Precies. En ja, echt het meedenken inderdaad. Niet alleen maar meewerken, maar ook echt het meedenken. Dus niet alleen maar passief. Je hebt een taak voor me. Ja, ik typ het uit, ik doe het of ik werk het uit. Maar ook echt het meedenken in de business daarin. En bij de ene klant doe ik dat meer als bij de andere, hoor. Bij sommige klanten is echt de opdracht gewoon heel klein. Dat niet per se, maar het is echt een opdracht. En bij de andere klanten, die laten me veel vrijer en die willen graag dat meedenken. Dus dat is ook inspelen op de klant en aanvoelen wat de klant zelf fijn vindt. Precies, ja. Precies. En waar dat je, kijk, de ene opdracht is simpel en dan heb je wat minder, maar dan kun je wel binnen die opdracht kijken van wat zie je nog, hè? Wat anders kan of beter kan. Of, maar dat is ook wel heel fijn dat die afwisseling er is, hè? Dat de ene opdracht wat simpeler is, de andere wat uitgebreider is. En ook die diversiteit is ook zo fijn. Hè? Ja, die afwisseling. Nou ja, kijk, want ik heb nu 11 actieve klanten. En ik zou ze niet allemaal echt actief met ze mee kunnen denken de hele week. Dat is gewoon te veel. Dus het is goed dat sommige opdrachten bijvoorbeeld maar één keer in de maand zijn. Of één keer in de twee maanden even samenwerken. Dus, want met die ondernemers denk je gewoon minder mee. En dat is oké. Okay. Ja. Ja, precies, precies. Want hoeveel uur werk jij nu zo gemiddeld in de week? Ja, in loondienst werkte ik altijd part-time, dus werkte ik 23 uur, maar ik tel ze niet. Nee, nee, nee. En ik werk graag 's avonds en op het moment komen er echt drukke tijden aan, dus ja, dan is het 's avonds wat meer. Maar goed, dat wil ik natuurlijk wel. Ik wil het wel stabieler maken, maar ja, ik heb het afgelopen jaar. Weet je, en bijvoorbeeld aanstaande donderdag ga ik uit lunchen. Het is wel met een onderneemster, maar uiteindelijk ja, dus ook gewoon gezellig lunchen. Ja, dus ja ik daarom kan ik het niet eens stellen, want eigenlijk alles wat klant toe vind ik ook leuk. Het werk voelt niet meer als werk als vroeger. Dat is gewoon zo, het is je passie, je groeit, je geniet ervan, je verdient er geld mee. Soms dan denk je, verdien ik hier gewoon geld mee? Zeker waar, En dat is gewoon, ik denk dat heel veel dat van tevoren niet kunnen bedenken hoe het is. He, want als je kijkt naar toen je nog in loondienst was en deze stap overwoog en nu,
Had je dit kunnen bedenken van tevoren, dat dit zo alles met jou zou doen? Nou, dat niet. Maar wat ik me nog goed kan herinneren, toen ik me aan het verdiepen was in de opleiding. Je zei een paar woorden, iets van 5 woorden, iets van je moet betrouwbaar zijn, een stok achter de deur. En nou, dan waren er nog een paar. Kwalitatief of zo. Nou, en toen dacht ik, ja, maar dat ben ik. Dus ik las mezelf daar gewoon in terug. Ik denk, ja, die stok achter de deur, dat doe ik nu in loondienst, kan ik ook zijn voor mijn collega's. En hè, als je mij iets vraagt, dan kan je erop vertrouwen dat het gebeurt. Dus ik ben ook betrouwbaar. Nou, nog wat andere punten. Dus ik herkende mezelf daar heel erg in. Dus ik had ook vertrouwen dat, ik had heel erg het vertrouwen dat ik het kon. Ja. En ik denk dat dat wel een goede basis is. Zelfvertrouwen. Ja, en ik had wel de persoonlijke ontwikkeling gehoopt. Maar ja, ik vind dat lastig om zoiets voor me te zien. Ja. Dus ja, precies. Ja, ergens voel je het misschien wel. Maar hoe het dan komt, in welke vorm of welke snelheid. Ja, dat is altijd maar... daar hebben we ons aan over te geven hoe dat dan gaat in het leven. Ja, inderdaad. Nou, het is eigenlijk sky high geweest het afgelopen jaar. Zoveel stappen gezet in moet je kijken wat je in een jaar kan doen. Dus dat is wel echt heel... Ja. Je bent al ruim een jaar actief. Ja. Heb je nog ruimte voor nieuwe klanten? Nou, op het moment, deze maand sowieso, heb ik even gezegd, even wat rustiger. En er zitten nog wat klanten in de pijpleiding. Ik denk dat ik nog 3 gesprekken aanga met klanten, met potentiële klanten. Nou, 3 of 4. Dus ik moet het op het moment even wat rustiger aandoen. Met nieuwe potentiële klanten. Dus ik vind netwerk zo leuk. Dus, maar ik heb voor volgende maand ook even gezegd, even geen netwerkevents. Want ik vind ook, ja, moet je daar je tijd in investeren weer. Tijd aan besteden, achteraf ook. Dus nou, dan kan ik beter gewoon even minder doen. En even focussen op mijn klanten. Dus ik moet even bewust keuzes maken. Ja. Ja. Maar goed, ik heb ook een opdracht en die is weer aflopend. Dus dat is nu de komende maand, 2 maanden veel werk. En daarna is die weer aflopend. Dus er zal altijd wisseling zijn. En dat vind ik ook juist wel leuk. Ja. En heb je al klanten die echt al vanaf het begin ook nog steeds klant zijn? Ja, ik heb 2 klanten sowieso. Echt vanaf het prille begin, zeg maar. Die waar ik nog steeds wekelijks contact mee heb. En heel veel inderdaad vanaf de zomer ook een aantal. Aan het begin was ik ook nog in loondienst daarnaast. Dus ik heb echt mijn loondienstbaan afgebouwd. Ik was de eerste 3 dagen nog in loondienst. Toen, net na de opleiding, was ik een dag minder gaan werken. En vanaf bijna een half jaar na de opleiding ben ik volledig voor mezelf gegaan. Ja. Ja, dus dat heb je een mooi hefboom effect gecreëerd. En waarbij je dus geen risico hebt gelopen op inkomstenverlies. Nou, ik had precies, de maand voordat ik uit loondienst ging, had mijn grootste klant opgezegd. Oh, echt? Ja, maar goed, joh, ik had er alle vertrouwen in. Ik dacht ook, waar de 1 deur dicht gaat, gaan er 2 open. Dus het is uiteindelijk ook goed gekomen. Maar dus dat was wel even spannend. Dat was wel even jammer, maar... zo werkt het ook, hè. Als de klant een andere keus maakt, een ander pad kiest, dat is oké. Ja, en dat kan een nadeel zijn als je een hele grote klant hebt. Want dat kan dan ineens voor een gat zorgen. Aan de andere kant, als een deur dichtgaat, gaan er altijd deuren open. En dan is het belangrijk om in dat vertrouwen te blijven. En daarom zeg ik ook altijd, die persoonlijke ontwikkeling is zo belangrijk. Want ik heb nog nooit iemand in de goot zien belanden. Serieus niet. Het komt altijd goed. Maar soms moet je even door die spanning heen. En je zult zien, ja, dan ontstaan er weer... nieuwe, potentiële, andere kansen. Waarvan je dacht... Mindset is alles. Ja, mindset is alles inderdaad. Ja. Heb jij nog een veel gebruikte gedachte die jou heel erg goed helpt in de mindset? Het juiste komt op het juiste moment op mijn pad. Ja. Dat het vertrouwen hebben dat het, nou, die, hè, en dat was soms, zei ik, de juiste klanten komen op het juiste moment op mijn pad. Maar het is niet alleen klanten, ook gewoon de juiste ondernemers. Want ik heb ook wat business buddies om me heen, zeg maar. En die heb je ook nodig. Dus het juiste komt op het juiste moment op mijn pad. Dat ben ik volledig van overtuigd. En die mag ik ook af en toe herhalen, zeker. Ja, ja. Ja, die is wel heel treffend en die is ook heel mooi. Ja.
Hey, en van welke fout heb je het meeste geleerd? Van welke fout heb ik het meeste geleerd? Ja, en fout is fout. Het is maar net hoe je het interpreteert. Ja, wat is fout? Maar voor jou... Te veel tijd investeren in klanten waar je eigenlijk wel had geweten, potentiële klanten, dat het eigenlijk niks op ging leveren. Dus daar moet ik wel, mag ik beter oplettend in zijn. Hè? En dat betekent niet dat je geen bakjes koffies met andere ondernemers gaat doen. Hè? Want ik bedoel, wat ik zei, met een andere VA kan het juist ook heel waardevol zijn om in gesprek te gaan. Maar als ik het afgelopen jaar terugkijk, dan zijn er wel, heb ik wel wat tijdloze tijd besteed aan klanten waar ik eigenlijk van tevoren had kunnen weten dat ze geen klant hadden geworden. En wat me ook niks gebracht heb in die zin, zeg maar. Ja, dus eigenlijk voelde je het al, maar je hoofd zei waarschijnlijk, oh, doe toch maar opvolgen, of want anders is het misschien een gemiste kans. Want het is een ondernemer, maar ja, dat betekent niet dat een ondernemer is dat ze ook de samenwerking met jou aangaan. Nee, en het blijft altijd een beetje een hoofdgevoel, hè? Van het hoofd zegt heel vaak, doe maar, het is verstandig of het is zonde om niet op te volgen. En je gevoel zegt eigenlijk waarschijnlijk al, dit gaat hem niet worden. En dan mag je nog meer naar je gevoel luisteren. Ja, nou dat vind ik ook altijd wel een uitdaging. Ik had een gesprek met een wat groter bedrijf. Eigenlijk al mijn klanten zijn eenmanszaken. Echt kleine bedrijven. En daar krijg ik ook het meeste energie van. Die vind ik ook gewoon het leukst om te helpen. Maar ik had op een gegeven moment een klant die kwam op mijn pad. En die was wat groter. Die had ook echt een marketingafdeling met 2 marketingdames. Maar die dames hadden echt wat ondersteuning nodig. Dus de opdracht was aan zich best leuk. Maar ik merkte in alles, en eigenlijk had het, voor de toekomst, voor mijn bedrijf, best interessant kunnen zijn om juist die samenwerking met hen aan te gaan. Maar ja, ik voelde toch, ik krijg er geen energie van. En ik pas daar niet. Het is niet mijn, dat gaat niet mijn pad zijn en dat is niet mijn klant. Dus daar leer je dan ook wel weer van. En zodat ik dit, de volgende keer kan ik dit eerder zien, want ik heb best wel tijd daaraan besteed. De volgende keer kan ik eerder zien van, dit is... En dan kan ik het ook eerlijk zeggen. Dat vond ik zeker aan het begin ook spannend, om dat direct in een live met iemand direct te melden van, ik voel toch dat het niet is wat ik... Ik pas niet bij jou, zeg maar. Maar dat heb ik ook steeds beter geleerd. Om direct, het ook maar direct eerlijk te zeggen. Want dat wordt gewaardeerd ook. Ja, zeker. Ja. En hoe vind je omgeving het? Dat je zo online bent gaan werken? Dat is natuurlijk een verschil tussen loondienst en dit. En ze zien natuurlijk ook wel een verandering. Want dat is gewoon, het doet wel echt iets met je, deze stap. Hoe merk je dat in je omgeving? Snapt iedereen het altijd? Of hebben ze er begrip voor? Of vinden ze het juist lastig om te zien? Of heel mooi? Nee, en de ene die vraagt er vaker naar de ander. En dat is ook oké. Ze vinden het hartstikke leuk voor mij natuurlijk. Want ze zien ook de energie die het mij geeft. Hè? Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, en raad eens, mama heeft weer een nieuwe klant, weet je wel. Dan gaan we het vieren met elkaar, want ik vind ook, vier je successen, weet je, hoe klein of hoe groot het ook is. Dus ze kwamen laatst thuis met z'n drieën hier. Toen had ik champagne gewoon met water erin, hoor. Ik had champagne glazen gepakt. Zeg, jongens, we moeten proosten, want mama heeft weer een nieuwe klant. Hoeveel klanten heb je nu al, mama? Want we hadden als doel, had hij 100 klanten voor mij en mijn zoontje gesteld. Dus daar ben ik naartoe aan het werken, naar mijn 100ste klant. Dus ik vind het belangrijk om die te vieren. Ja, zeker. En dus zo zien ze het ook aan mij. Dat ik er trots op ben wat ik doe. En, en mijn vriendinnen, wat ik zeg. De ene praat ik er wat vaker over. Of het ene moment praat ik er wat vaker over als de andere. Maar ik heb ook gewoon de mensen om me heen verzameld. Bijvoorbeeld een dame van de opleiding. Weet je, waar ik het even mijn hart kan luchten. Als je iets hebt wat of lastig is. Of juist onwijs leuk is. En... wat andere business buddies in mijn omgeving waar je dat mee kan delen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om die mensen... Die komen ook automatisch, denk ik, in je omgeving. Maar
Ja, het is wel echt belangrijk dat je de juiste mensen om je heen omringt, omdat je directe omgeving niet altijd begrijpt wat je doet of er continu over mee kan praten. En ik merk dat ook wel eens dat mijn zus nu nog steeds zegt na al die jaren, ja, soms begrijp ik echt niet wat je allemaal doet. En dan ben ik soms ook zo enthousiast over mijn ondernemerschap. Maar ja, weet je, zij, met alle respect, helemaal happy met haar baan en loon, maar er zit gewoon een verschil in. En dan merk ik gewoon ook bij mijn ouders of en dan heb ik dus ook ondernemende vriendinnen. En dan deel je een heel ander verhaal. En alles is oké, maar het is wel belangrijk dat je een ondersteunende omgeving hebt die jou ook begrijpt en die jou uplift en die jou versterkt in dit proces. Ik had een vriend van ons, die werd een tijdje terug ook zelfstandig ondernemer. En ineens, ja, dan heb je gelijk hele andere gespreksonderwerpen met elkaar. Ja. Dus ineens herkent hij zich in mij en in mijn verhaal. En dan wil hij ineens weten van, hè, hoe heb jij dat dan gedaan en zo. Dus dat is ook wel heel leuk. Ja, mooi hè. En je zegt van, goh, elk succes moet je vieren. Heb je zelf nog eens een keer echt flink gekieteld door het succes in totaal wat je hebt bereikt? Heb je daar nog iets leuks voor gedaan? Te weinig eigenlijk, te weinig. Oh. Misschien is dat een goed idee. Ik moet daar eens over na gaan denken. Wat zou je gewoon met vreugdedansjes en wat ik zeg, met het proosten met champagneglazen. Maar eigenlijk, ik heb nog niet iets geks gedaan of zo. Nog niet. Maar dat mag wel eens. En wat zou je leuk vinden om het te vieren? Wat zijn nog wensen of dromen die je hebt waarvan je denkt, nou, ja, dat kan ik dan wel eens gaan doen. Nou, wat ik wel echt op mijn bucketlist heb staan, is een styliste. Op pad met een styliste. Gewoon door mijn kledingkast heen met een styliste. Hè, lekker opschonen wat weg kan. En waar kunnen we nieuwe setjes mee maken? Wat kunnen we erbij aanschaffen? Ja. Dus dat is wel een van mijn bucketlist dingetjes. Dus die staat wel hoog in het vaandel bij mij. Nou, kijk, dan heb je meteen. Zet hem meteen op je lijstje. En de schoonmaakster. Er komt toch een schoonmaakster bij. Die komt bovenaan het lijstje. Oké, want dat ontlast je ook meteen. Dus dat is ook precies, wel lekker. Precies, dan heb ik zelf ook meer ruimte om te bouwen. Dus, ja, mooi, mooi. Hey, en hoe zie jij jouw ideale toekomst voor je op dit moment dan? Ja, ik vind het lastig. Ik weet nog niet waar ik heen wil of zo. Ik zie de toekomst nog niet voor me. Maar ja, ik weet dat het groeien gaat zijn. Dat kan niet anders. Als ik het afgelopen jaar kijk, ja, dan ben ik zo nieuwsgierig waar ik over 1 jaar of 3 jaar of 5 jaar sta. Dus ik kijk er met een soort ongeduld ook naar uit. Ik ben ook vreselijk ongeduldig. Ik vind altijd dat het te langzaam gaat. Maar goed, ik mag daar meer geduld in hebben. Alles komt op het juiste moment ook. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst. Maar ik kan mijn vinger er nog niet op leggen. Ik kan er nog geen beeld bij vormen. Nee, en dat hoeft ook niet. Want het is zo belangrijk om in het nu te blijven. En steeds nu te voelen, oké. Wat is het nu wat mij blij maakt? Wat wil ik? Of wat wil ik anders? En we kunnen niet zo ver vooruit kijken, want de wereld verandert continu. Ja. Het is zo belangrijk om in het nu te blijven en te voelen. En inderdaad, alles komt op het juiste moment. Als er iemand op je pad komt, dat je daar dan als vanzelf op inspeelt of op in wil spelen. Of dat het, ik merk ook altijd aan mezelf dat ik er enthousiast van word. Ik was in gesprek met iemand en ja, ik werd er niet enthousiast van. En daaraan merk ik, nee, dit is niet mijn samenwerking. Dit is niet mijn werk. Dit is niet mijn... Ja, dat is ook oké. Maar dus aan mijn enthousiasme merk ik het altijd. En aan de ideeën die ik er dan van krijg. Want ik ga altijd... Nou, dan maak ik altijd een hele lijst met, als ik bijvoorbeeld een potentiële klant ontmoet heb, van die ideeën die ik al vanuit ons eerste gesprek heb gekregen, zeg maar, voor de klant. Mooi. Ja, en weet je, ik zeg altijd, als je deze stap maakt, dan gaan er deuren open. En daarna gaan er nog zoveel deuren gaan, kunnen er open gaan. Dus het is nooit een eindstation. En je kunt elk moment weer voelen. Maar de kern is, blijf continu dicht bij jezelf. We hadden het in het vorige gesprek ook over. Steeds dicht bij jezelf blijven. En dat is heel uitdagend in deze wereld. Wie ben ik?
Wat wil ik? Wat past nu bij mij? Waar word ik blij van? En je kunt elke dag een nieuwe keuze maken. Ja. En dat is het mooie van als je deze stap zet. Hè? Je hoeft ze nooit... Voor mij is het wel echt de belangrijkste stap geweest. Ik had geen... Nou ja, betere stap, dat weet ik niet. Want ik heb die stap gemaakt. Ik had geen betere stap kunnen maken. Daardoor is het balletje gaan rollen. Die blijft alleen maar rollen. Die wordt alleen maar groter. Ja. Maar die ene stap, het was niet... Ja, was de grootste. Ja, misschien was het wel de grootste. Want het was vanuit loondienst naar een opleiding volgen om daar dus in de toekomst uit loondienst te gaan. Dus dat was misschien de grootste, maar wel de belangrijkste en de mooiste. Ja, ja. Hey, en wat zou jij, vrouwen zoals jij, die op het punt staan om die stap te maken, wat zou je ze nog echt mee willen geven om een doorbraak te krijgen? Blijf bij jezelf. Het is heel cliché misschien, maar hè, zoals ik gekozen heb voor mijn offline marketing. Want dat online, ja, ik ben zeker online zichtbaar. Hè. Ik post zeker af en toe wat op LinkedIn, maar dat doe ik op mijn manier. En niet zoals de LinkedIn-goeroes zeggen, elke dag zichtbaar. Dat past gewoon niet bij me. Nee. Dus blijf bij jezelf. En dan... En mindset. Heb vertrouwen dat je het kan. Want ook jij kan het. En ja. Ja, als je maar heel graag wil. Ja. Zeker. Ja. 100% voor gaan. Niet twijfelen. En, nee. Ja, en dat is het, hè. Trouw blijven aan je keuze. Linksom of rechtsom. Welke hobbel je ook krijgt. Dit is wat ik ga doen. En dit ga ik neerzetten. En dit ga ik tot een succes maken. En als je die commitment met jezelf maakt... Ja, dan kom je er. En dan hoef je niet te weten precies hoe het allemaal... je hoeft het niet allemaal voor je te zien. Dat is oké. Nee. Maar als je maar weet dat je verandering wil, denk ik. Ja, dat is het. Ik weet nog dat een van mijn Amerikaanse mentors zei... Heel veel mensen lopen vast op... Ik zie niet hoe, dus ik ga het niet doen. Maar het gaat erom, ik neem eerst de beslissing. Ik ga het doen en je zult zien, daarna komt pas het hoe. Dat is het. Ja. Hey, en als luisteraars, kijkers jou nog ergens willen vinden, waar kunnen ze jou dan vinden? Dat kan zeker. Ik heb een maand geleden eindelijk, na een jaar lang uitstellen, mijn website gelanceerd. Dat vond ik echt wel een uitdaging. Ja, dus dat is powerupva.nl. En je kan mij ook zeker vinden op LinkedIn. Ik vind het leuk om te connecten en daar is mijn naam gewoon Alicia Zuiderwijk. Ja, super. Heel erg bedankt voor jouw inspirerende en motiverende verhaal. Jij ook nog heel veel succes met alle stappen die je gaat zetten. Ik blijf je zeker volgen. Komt helemaal goed, dankjewel.